Het kon weer, de Veteranendag in Pelemaas. Het gemeentebestuur zette de veteranen zaterdag in het zonnetje. Mike Verdongen uit Baarlo bezocht de bijeenkomst voor het eerst. Sinds kort woont hij in Baarlo. Nou, mijn indruk is gewoon heel divers, dus van oud en jong. En ik zou het wel prettig vinden als we wat meer jonge veteranen ook zouden zien op de Veteranendag. Dus bij deze ook de oproep aan jonge veteranen om zich aan te melden bij de gemeente. En we gaan binnenkort prachtige dingen organiseren. Dus ik denk dat het ook een goede reden is om je aan te melden. Burgemeester Delissen sprak haar waardering uit en introduceerde nieuwe leden voor het organisatiecomité van de veteranen in Pelemaas. Een van hen is Joey van de Beuken uit Kessel. En het is heel erg goed te mogen melden dat er zich twee nieuwe leden aangemeld hebben. Joey van de Beuken en Mike Jansen. En samen met Wilder Beurskes, u allen bekend, hebben zij in ieder geval de stichting en de werkgroep Nieuw Leven ingeblazen. En dat doet deugd dat ook de jongere generatie zich in wil zetten om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk weer onze lokale Veteranendag kunnen vieren. Een paar jaar geleden, voor corona, hier gekomen bij de lokale Veteranendag. En eigenlijk in gesprek gekomen met Erik en Ton. En die wilden het eigenlijk wat meer laten leven binnen de gemeente. Dat de veteranen wat meer met elkaar in contact kwamen. En daarvoor hadden ze eigenlijk verjonging nodig. En toevallig Mike is dan de buurman van Erik. En zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Waardoor wij ons hebben aangemeld als nieuwe bestuursleden. Zelf is Joey actief dienend veteraan. Hij hoopt met nieuwe activiteiten voor de veteranen die waardering terug te brengen voor de inzet van de veteranen. Als je het vergelijkt met Amerika bijvoorbeeld, daar worden veteranen op handen gedragen. En hier wordt het eigenlijk een beetje stil weggemoffeld. En dat is wat meer waardering waard, vind ik. Als je het vergelijkt met de andere landen, Amerika of Engeland, dan zie je toch dat daar veel meer aandacht besteed wordt aan veteranen, veel hoger hebben zitten dan de veteranen in Nederland. Daar zou ik wel graag iets meer van terug willen zien binnen de Nederlandse bevolking. Ja. We willen eigenlijk wat kleinschalige evenementjes organiseren. Zoals bij de vermakerij bijvoorbeeld bowlen en jeu de boule. Eens een keer hier bij de lokale ondernemers hier in de gemeente naar de kroeg. Een gezellige avond hebben. Misschien een motortoertocht, wat herdenkingen, een bezoek aan het museum. Dat soort zaken moet je aan denken. Laurens Bijl dient in Kosovo, Bosnië, Mali en Afghanistan. Hij vindt het belangrijk dat er meer wordt georganiseerd voor de veteranen. De veteranen heb je in allerlei soorten en maten. Dat klinkt heel denigrerend, maar je hebt de oudere mensen, je hebt de jongere veteranen of de actief dienenden. En het is belangrijk dat je die bij elkaar brengt. Hè? Want het is een gemeentegoed, een gemeengoed hebben ze. En daar moet je iets mee doen, vind ik, als gemeente, maar ook als vereniging. Ja. Als er gedacht wordt aan veteranen, dan denkt men altijd aan de mensen die naar Korea zijn gegaan. Of weet je, echt van de jaren 50 en 60. Maar er zijn er zat die ook bijvoorbeeld naar Afghanistan geweest en andere gebieden. En inmiddels gewoon in het bedrijfsleven zitten. En het is gewoon goed ook om weer met, zullen we zeggen, met andere veteranen te kunnen praten, met jong en oud. En vaak zie je dat de ouderen daar voldoende tijd voor vrijmaken, maar jongeren dat toch meestal aan zich voorbij laten gaan. En ik denk dat dat wel een gemiste kans is. Ja, ik hoop dat ik wat een rol van betekenis kan betekenen. Spelen. Ik weet niet hoe ik het precies moet omschrijven, maar gewoon met de maten gewoon iets moois neerzetten, zodat de oude maten en de nieuwe maten bij elkaar komen. De ervaring die je opdoet laat je ook anders kijken naar het leven. En dat is vaak, zullen we zeggen, de gedeelde factor. Het was de negende keer dat de Veteranendag in Pelemaas plaatsvond.